Na de Black Saturday op deze Blue Monday hebben we trainingsvisie 10. Black Saturday, heb jij dat ook zo beleefd? Ja, tuurlijk. Je bent teleurgesteld over het resultaat. Je bent tevreden over de manier waarop we het driekwart wedstrijd gedaan hebben. En daarna denk ik dat we gewoon een paar dingen gewoon niet goed hebben gedaan. En vooral het verdedigen van de 3 goals. Hè. Want we kunnen er heel veel over zeggen. Linies te ver uit elkaar, er werd conditie genoemd en dat soort dingen allemaal. Maar je moet gewoon kijken bij die 3 goals, wat gebeurt er? En we staan bij alle 3 goals staan wij, zeker bij de eerste 2 staan we er gewoon te ver vanaf. Dat we niet goed doordekken, niet kort zitten. Ja, en bij de 3e goal zit natuurlijk ook een hele dosis geluk. Daar gaat Roald nog wel druk geven naar die corner. Moet je kijken, al die corner vliegt er overheen. Die 2e keer schiet die gozer hem gewoon maar de rechte lucht in. Met het geluk van, wie weet gebeurt er nog wat. En dan krijg je hem halfvol die tegen de grond aan. Er is niks vervelender voor een keeper dat een bal echt heel kort tegen de grond aan gaat en dan opstuit het. Dat is heel lastig om in te schatten. En dan valt hij ook nog volgens mij binnenkant paal. Nou ja, hij zal hem misschien net niet geraakt hebben. Dus ja, we kunnen heel veel dingen over zeggen. Maar dat, ik vind ook, er zit een stuk pech bij. Zeker bij die 3e goal is echt pech. Ik vond 2-2 misschien best wel een terechte uitslag. Ondanks dat ik nog vind dat je 2-0 niet moet weggeven. En de eerste 2 goals blijf ik bij. Dan moeten we beter verdedigen. 70 minuten lang heb ik echt genoten. Speelde DVS gewoon echt een volwassen pot voetbal. En sloten de linies echt op elkaar. En dan was er echt een team bezig. En die 2-1, had ik het idee, die viel net even wat te snel. Waardoor je toch wat onzekerheden kreeg. En de bal werd voorin niet of nauwelijks meer fatsoenlijk doorgespeeld of vastgehouden of wat dan ook. Nee, maar kijk, ik vind ook voor de winterstop hadden we ook een serie van 4 wedstrijden ongeslagen. Daarvoor een slechtere serie. Maar 4 wedstrijden ongeslagen winnen we er eentje en 3 gelijk. Dus het schiet qua punten niet zo heel veel op. Maar ik vind wel dat we al langere tijd wel beter bezig zijn als het gaat de manier van spelen. En de manier van samenwerken in het veld. De manier van opbouwen en tot kansen te komen. Maar in feit blijft wel, wij hebben best wel moeite om veel goals te maken. Om wedstrijden te beslissen, om vast te houden. Daar hebben we wat moeite mee. Dat zie je gewoon iedere keer in die wedstrijden terug. Dat wij niet in staat zijn zeg maar, om de kansen te verzilveren en om dan de wedstrijd bijvoorbeeld op slot te gooien. Nou ja, wat is het dan? Hè? Dat zijn ook allemaal weer van die containerbegrippen. Maar het is voor ons gewoon op dit moment best lastig om wedstrijden te winnen. Kijken naar tegenstanders weer. Kijk, zo'n Groningen die vindt dat ook heerlijk om tegen ons te spelen. En die hebben bijvoorbeeld heel veel moeite met hele fysiek sterke ploegen. Dus die het echt op de kracht doen. En wij kunnen weer in die fysieke ploegen, dus Lisse, Scheveningen, dat soort ploegen, daar kunnen wij juist weer voetballend weer wat onderuit spelen. Dus voor ons maakt het dus daarom ook niet zoveel uit tegen wie we spelen. Het gaat er nu gewoon om dat we echt met dit voetbal, wat ik vind dat echt stukken beter is de laatste tijd, dat we echt wedstrijden gaan winnen. Dus kansen verzilveren en achterin ook gewoon de nul kunnen houden. Roland, zit er eigenlijk een limiet aan het aantal spelers wat je op de bank zet? Het aantal wisselspelers. Zou je bijvoorbeeld afgelopen zaterdag niet 5 of 6 wisselspelers ter beschikking kunnen hebben gehad? Bijvoorbeeld zo'n type als Edmund Meijnheer, die kan misschien wel zo'n 2-0 of 2-1 voorsprong over de streep trekken. Ik noem maar even een dwarsstraat. Mm-hmm. Ja, nou ja, goed, volgens mij mag je 7 man aan de bank hebben. Dus nee, maar we zijn nu al een tijd bezig en we weten precies van als we die wisselen of die wisselen, dan kan er dit of dat gebeuren. En we weten wat voor spitsen er tegenover ons komen te staan. Nou, dit is een spits zoals Groningen, die wijkt eigenlijk uit naar alle kanten, naar alle hoeken van het veld wijkt die uit. Ja, dan heeft dat niet zoveel zin. Dan kun je van allerlei dingen gaan bedenken en ook Edmund melden respect. Maar het type spel waar wij op dit moment spelen, dat is gewoon ver van de goal vandaan. Dat is de bedoeling. En daar hadden we de tweede helft moeite om daar te blijven. Of eigenlijk na die 2-0. Maar dat is ons spel, ver van de goal vandaan, verzorgde opbouw van achteruit. Ja, en dat doen we gewoon goed. En nogmaals, als je wil kijken naar oplossingen, dan is in mijn ogen is dat geen oplossing. En nogmaals, jij noemt nou Edmund, maar er zijn nog heel veel spelers. Maar de oplossing is gewoon in die fase, die dingetjes, daar moet je kort zitten. En dat hebben we niet goed gedaan. Gaan we vanavond nog naar de depressiegala? Want er schijnt een gala te zijn voor depressievelingen, of is het niet zover?
Waar is dat dan? Dat is ergens in Amsterdam of zo. Ik hoorde dat op de radio. Dat is echt want ja, Blue Monday had ik het over. Ja. Dat is echt de ergste maandag die je maar kan bedenken. Ergens half januari valt die altijd. Nou, dat was dus vandaag. En ja, die komt nu na die Black Saturday ook nog een keer. En dan zouden we misschien naar depressiegala kunnen gaan. Nou, misschien kun jij ze een beetje opzwepen, net als de publiekzalig daar zo. Ja, huh? Ja, dat is er nu dan wel nodig. Hè? Want het is een beetje een amorf zootje, zo nu dan. Nou, laat ik maar niks over anderen zeggen. Maar ik vind ook gewoon, wij moeten ons ding ook goed voor elkaar hebben. Maar ja, het is wel duidelijk dat wat ik net al zei, van, we hebben moeite om echt wedstrijden te winnen. En we proberen goed voetbal te spelen. We willen echt wel graag het publiek ook vermaken met goed en aantrekkelijk voetbal. Ik merk ook dat het hier ook heel erg afhankelijk is. En dat is bij heel veel clubs zo. Van of je wint of verliest natuurlijk, dat telt ook mee. Maar als je in een moeilijke fase zit, zoals na die 2-1 hadden we een moeilijke fase. Ja, dan is het ook prettig als je gesteund wordt door elkaar. Dat spelers elkaar steunen. Ja, en dat kan helpen. Dus, ik hoorde jou wat roepen. Bij Go Ahead heb je Jannie met zijn vlag. En misschien moet jij met die vlag gaan lopen. Ja. Precies, daar ga ik eens even aan denken. Inderdaad. Wat denk je, zaterdag, Stedoco? Ja, dat gaat waarschijnlijk wel door. Dat ligt wat meer in het westen van het land, daar is het niet zo koud. Ja, we hebben al ons huiswerk weer gedaan. Dus vanmiddag even wat contact gehad. Floor die heeft alweer contact gezocht. Dus ik wou ook even weten hoe het er daarvoor stond. Want ik reed hier zaterdag weg en toen begon het behoorlijk te sneeuwen. Nou ja, je weet, het is, kijk nu maar naar het veld. Het blijft onder nul en dat is gewoon niet goed. Het blijft liggen. Maar Floor heeft contact gehad en het schijnt daar sneeuwvrij te zijn. En volgens mij valt er niet zoveel bij, dus ik ga er gewoon vanuit dat we gaan spelen zaterdag. Hier was het gelijk, hè, toen? Stedoco. Het was hier gelijk, ja. 0-0? Ja. Volgens mij hebben ze toen bij een aantal spelers van ons de hele wedstrijd achter op de rug gezeten. Ja, dat klopt, ja. Ja, ja. Nou, verleden jaar was het, die uitwedstrijd, dat was een voorstelling. Zeker de eerste helft, dat kan ik me echt nog heel goed herinneren. En maar hopen dat dat weer net zo gaat worden. Ja, nou ja, ik maak net even een flauwe opmerking. Maar dat zo is het wel gewoon. Kijk, elke tegenstander mag zelf bepalen hoe die wil spelen. En wij moeten daar een antwoord op hebben. En vorig jaar hebben we gewoon snel gescoord daar. En dat helpt ook, hè, want dan moeten hun komen. En dat is ook gewoon op dit moment de oplossing. Ik denk dat wij op dit moment wel veel beter in elkaar zitten. En dat is ook logisch dan in het begin van het seizoen. Dat je dan makkelijke ploegen uit elkaar kan spelen. En ja, dat zullen we zaterdag ook moeten doen. Ik denk dat hun heel compact gaan spelen. En dat moeten we uit elkaar spelen. Daarom maak jij je ook voorlopig nog geen zorgen. Ik maak me absoluut geen zorgen. En ik kijk ook alleen maar naar boven, Piet. Hartstikke goed. Ik ben het er helemaal mee eens, Roland. Dat is de Blue Monday, hè? Oké, dank je.